De stap naar de rechter was een van de laatste middelen voor de tegenstanders om de sloop van het historische gemaal bij Puttershoek tegen te houden. Maar ook nu is er geen goed nieuws voor initiatiefnemer Bert Klein. De rechter geeft het gemaal geen monumentenstatus, omdat er te laat bezwaar is aangetekend tegen de sloop. Ja, heel teleurgesteld uiteraard. We zijn natuurlijk jarenlang aan het strijden geweest. En ja, kijk, je kan dat niet op één ding vastpinnen natuurlijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel meerdere momenten geweest waar we knopen hadden door kunnen hakken. Het zij wij of andere partijen, of daar heb ik het dan met name over de gemeente of de projectontwikkelaar. Hebben kansen genoeg gehad. Maar goed, ik wil niet zeggen dat ik nu bij de pakken neer ga zitten hoor. Projectontwikkelaar NCB wil het naastliggende terrein gebruiken voor nieuwbouw. Het gemaal slopen en op die plek een toegangsweg aanleggen. De werkzaamheden zijn inmiddels al begonnen. Zeker in Puttershoek, maar ook in de rest van de gemeente en ook andere mensen in Doekse Waard hoorden wel over. Goh, heel jammer dat het weggaat, maar zelfs ook buiten Doekse Waard dat mensen hier wel eens komen fietsen. Dat ze denken van, goh, dat is wel heel zonde dat dit gebouw weg moet eigenlijk. Of tenminste dat het in deze staat staat en dat ze dan horen dat het misschien wel weg moet. Ja, vinden ze eigenlijk wel onbegrijpelijk. Toch zijn de vrienden van het hoofd van Benthuizen nog niet van plan de strijd op te geven. We hebben nog steeds die aanvraag bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En we proberen uiteraard, daar zullen we het nieuwe jaar naar gaan kijken, om eventueel met de gemeente en de projectontwikkelaar nog tot een dialoog te komen. En zodat het alsnog een positieve wending kan krijgen. De kans is heel klein, maar ja, we blijven er gewoon voor. Zolang het er nog staat, geef ik het niet op.